allemaal, ik heb mijn favorieten van december en ja, dus deze video ga ik nu uploaden. Ja, nou, als eerst Oogschaduw en zo, en dat is, dat was wel, best wel moeilijk, want ik heb maar 3 dingen gekozen bij ieder ding. Dat is echt wel handig. Maar goed, als eerst Essence, I Love Stage, Eyeshadow Base. Hij blijft, Oogschaduw blijft goed zitten. Het gaat niet, zeg maar, down, zeg maar. Gewoon echt weg met die oogschaduw. De oogschaduw. En daar, bij deze blijft hij goed zitten. En ja, dat is het favoriet. Nou, dan echt een heel goedkoop duk. Wat echt super goedkoop is. Echt heel goedkoop is mijn Max oogschaduw. Hoe verzin ik het? Nou, ik gebruik deze dus op mijn wenkbrauwbot. En op mijn wenkbrauwbot is hij echt super mooi. Deze kleur gewoon. En ja, deze kleur gewoon. En het is gewoon een hele mooie kleur ook. En kijk hoe mooi die is. En trouwens, ik heb geen nagellak op. Het zag er niet meer uit, dat nagellak die ik op had. Let er maar niet op. Kleur 01 Elmonds. Echt een hele mooie kleur. Fantastisch. Dan het Essence Simple Palet. En zet even in de reacties of ik deze ook bij mijn andere favorieten heb laten zien. Maar ja. Dus dat palet. Zo. En dan de lipproducten. Trouwens, mijn oogschaduw is nu stuk. Ik moet echt een nieuwe kopen. Nou, een nieuwe. Ik moet een beetje voorzichtig doen met dat ding. Nou, dan de Labello. Dan lipproducten. Labello hoort er wel natuurlijk bij. Deze heb ik daarvan. En de ene is de Mud & Mineralen versie. Dan de andere is Pearly Shine. En dit is ook een hele leuke kleur als je bijvoorbeeld niet zo heel veel van fel houdt. Voor de mensen die wel van felle lip houden, is deze goed. De Stay With Me Long Lasting Lip Gloss van Essence. En dit is nummer 03 Candy Bar. Nou, dan, hoe verzin ik het? Mijn parfum van Katy Perry. Echt favoriet. Echt omsingeld op mijn favoriete product ever. Het is gewoon echt, het is Katy Perry, Killer Queen en deze is gewoon fijn. En sorry van dat geschreeuw trouwens. Goed. En dan als laatste de Kruidvat dagcreme en nachtcreme. Je hebt namelijk ook dagcreme die gewoon echt heel goed duur is. Maar dit is ook gewoon een hele goede dagcreme om te gebruiken. En ja, en ze hebben ook andere varianten van Kruidvat. Dus daar zou ik echt zeker naar kijken als je ooit dagcreme gaat kopen. Als je al groot bent, zeg maar. Dus, nou, dit was mijn favoriete van de maand december. Ik heb nu wel niet echt een heel leuk favoriet dingetje, maar hij is stuk nu. Kijk maar, ik heb hem net laten vallen. Ik ben de reacties, wat je van vindt, want de oogschaduw die een stuk is. Nou, dit was het weer en ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En dat jullie vaak naar mijn video's gaan kijken. En natuurlijk, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie snel weer. Doei!